De wereld verandert. Nederland staat hierdoor voor grote opgaven. Energietransitie, woningbouw, economische groei, klimaatadaptatie. Deze opgaven hebben grote impact op de leefomgeving. Niet alleen boven, maar ook onder de grond. Nederland heeft nog een paar extra uitdagingen. Ons land is een delta die grotendeels onder de zeespiegel ligt. Dat zorgt ervoor dat landschap en ondergrond heel gevarieerd zijn. Klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel hebben een grote impact. Daarom hebben we een klimaatadaptatiestrategie ontwikkeld. En regionale samenwerking zit in het DNA van ons land. Bovendien is Nederland een van de meest dichtbevolkte landen van Europa. Klimaat, energie, woningbouw, economie en veiligheid vragen ruimte in ons dichtbevolkte land. Die ruimte is schaars, zowel boven als onder de grond. Als uitgangspunt voor samenhangend beleid en verantwoorde ruimtelijke keuzes zijn eenduidige, betrouwbare gegevens van levensbelang. Daarom is in Nederland een stelsel van basisregistraties ontwikkeld en bij wet geregeld. Dit stelsel brengt eenduidige, gestandaardiseerde data bij elkaar over bijvoorbeeld personen en voertuigen. Maar ook over de leefomgeving, zoals gegevens over topografie, adressen en gebouwen, kadaster en sinds kort ook over de ondergrond. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk en kan hergebruikt worden. Data en gegevens over de leefomgeving vormen het fundament voor onze nationale ruimtelijke ordening en voor betere keuzes daarin. Om te komen tot een langdurig, duurzaam gebruik van onze leefomgeving. Daarbij maken we steeds vaker gebruik van een 3D-virtuele leefomgeving, ook wel de Digital Twin genoemd. Deze virtuele omgeving maakt de fysieke leefomgeving transparant, overzichtelijk en toegankelijk, zowel boven als onder de grond. En dat is nodig, want in elk bouwproces en bij ieder plan speelt het dilemma dat de leefomgeving boven de grond zichtbaar is, terwijl alles wat zich onder de grond afspeelt onzichtbaar blijft. Waardoor ook kansen en risico's buiten beeld blijven. Gelukkig kunnen we dankzij de moderne technologie nu ook een duidelijk beeld van de ondergrond creëren. Met de juiste kennis kunnen we informatie uit onze geobasisregistraties, ondergrondmodellen en de bouw zelf virtueel combineren. Op één locatie, binnen één project of op regionale schaal. En we kunnen daarvan een 3D virtuele leefomgeving maken. Deze 3D-beelden zijn belangrijk, bijvoorbeeld voor experts in de civiele techniek, beleidsmakers of omwonenden. Een paar voorbeelden. Het landschap in de regio Zwolle heeft veel kenmerken die ook in de rest van Nederland voorkomen. Het is eigenlijk Nederland in het klein. Een toekomstbestendige inrichting van dit gebied vraagt om integrale keuzes, zodat voorgesorteerd kan worden op een toekomst met een veranderend klimaat, een grote woningbouwopgave, betere bereikbaarheid en nieuwe energiebronnen. Wat kan kennis over de ondergrond betekenen voor beleidskeuzes? Heel veel. Data laten zien dat het noordelijk deel van het gebied erg gevoelig is voor bodemdaling. Rode en oranje gebieden geven de kans op overstromingen weer. Het donkerblauw op de kaart geeft de geschiktheid aan voor bodemenergie en aardwarmte. Deze informatie helpt bij het bepalen van een goede plek voor bijvoorbeeld nieuwe woningen met duurzame energie. Een ander voorbeeld laat zien hoe de inzet van augmented reality helpt bij het oplossen van complexe, ondergrondse ruimtelijke vraagstukken. Midden in Rotterdam is de Zalmhaventoren gebouwd. Het is met zijn 215 meter het hoogste gebouw van de Benelux. Bij het project Zalmhaven waren veel stakeholders betrokken. En er leefden vragen over de ruimtelijke ordening, over kabels en leidingen en ondergrondse objecten. Maar er moest ook gekeken worden naar fundering, grondwaterdynamiek en duurzame verwarming. Door een digital twin te maken van de boven- en de ondergrond, werd de impact van het gebouw op de ondergrond direct zichtbaar. Visualisaties en analyses met behulp van augmented en virtual reality hielpen enorm bij het oplossen van de complexe ondergrondse vraagstukken. En bij het bespreken daarvan met stakeholders. Technologie is geen doel, maar een middel. Data en informatie helpen ons om een beter en vollediger beeld te krijgen van onze leefomgeving. Zodat we samen kunnen bouwen aan een constant veranderend Nederland.
Drinkwatervoorziening, ondergronds transport, energietransitie. De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt. Maar die ondergrond is ook van belang bij activiteiten boven de grond. Zoals woningbouw, dijkversterking en de aanleg van infrastructuur. Goede beleidskeuzes vragen dus om kennis van die ondergrond. Om bundeling van alle bekende metingen en gegevens. En inzicht daarin. Daarin voorziet de nieuwe wet basisregistratie ondergrond. Een digital twin kan helpen bij de invulling daarvan. Een digital twin is een virtuele kopie van de werkelijke leefomgeving. Een visualisatie die wordt opgebouwd met gegevens van allerlei verschillende partijen en van zowel boven als onder de grond. Eén gedeeld beeld voor bewoners, beleidsmakers en experts. Transparant, overzichtelijk en toegankelijk. Informatie en kennis blijven bewaard en helpen bij het maken van de juiste keuzes. Zoals bij het versterken van de lekdijk. De lekdijk ligt in een gebied met een complexe ondergrond. Door de eeuwen heen hebben rivieren zich vaak verplaatst. Op steeds verschillende plaatsen werd klei, zand en grind afgezet. Daardoor is de ondergrond zeer gevarieerd en zijn er veel onzekerheden. Oude kaarten, historische kennis, metingen van toen en nu. Al deze gegevens komen samen in de Digital Twin. Hoe meer gegevens, hoe getrouwer het beeld. Zo ontstaat een model van de boven- en ondergrond met een hoge mate van waarschijnlijkheid. Een model dat helpt bij het informeren van belanghebbenden, bij co-creatie en bij het creëren van draagvlak. Maar vooral bij het nemen van de juiste beslissingen. Iedere locatie krijgt de meest geschikte aanpassing. Het eindresultaat is beter en de beschikbare middelen worden efficiënter gebruikt. We hebben eigenlijk twee varianten van de zonnekaart. De eerste variant is echt specifiek bedoeld voor inwoners en ondernemers die zonnepanelen willen plaatsen. We hebben daarnaast ook nog een professionele variant, die noemen we Duurzaamheidskaart Pro. En dat is echt een variant meer voor beleidsmatig gebruikt. Het is een online webapplicatie en die laat zien aan inwoners of hun dak geschikt is voor zonnepanelen en dan ook welk deel van het dak geschikt is voor zonnepanelen. Nou, wat de zonnekaart wel uniek maakt is dat wij naast de applicatie de data zelf ook uitleveren. Om bijvoorbeeld gebiedsgericht te analyseren wat de potentie is voor zonne-energie. Consumenten willen we in het kader van duurzaamheid, maar ook het ondersteunen van de energietransitie, bewust te maken van de tool van Zonatlas om daar bijvoorbeeld zonnepanelen mee te kunnen gaan berekenen wat zo'n investering hen gaat kosten. Het bijzondere wat we hier doen is dat we redeneren vanuit het gebruik van de consument. Om dat zo simpel mogelijk in kaart te brengen. Dus onze kennis zit hem niet alleen in de achtergrond in de techniek, maar ook het vertalen in zijn eenvoud naar de burger. Deze techniek zetten we met name in voor de restregio's. Daar zijn er 30 van in Nederland. En zij moeten allemaal een inschatting maken van hoeveel energie er decentraal opgewekt gaat worden. Een deel daarvan zal door wind of zon op land moeten gebeuren. Maar ze willen ook graag kijken wat er dan in totaal mogelijk is aan zon op dak. En deze tool die draagt daar heel erg aan bij. Zodat de regio's kunnen voor alle grootschalige opwekmogelijkheden op daken, kunnen zij op deze manier in beeld brengen. De datasets die wij beschikbaar stellen maakt dat mogelijk. Dan kan een gemeente of een regio kan inzoomen op een bedrijventerrein en van de gebouwen die daar zijn onderzoeken of er potentie is voor zonne-energie. Als onderlegger gebruiken we onder andere bijvoorbeeld een actuele luchtfoto, zodat mensen kunnen zien waar ze zich bevinden, zeg maar, op de kaart. En voor de analyse van de potentie van de zonnepanelen maken we voornamelijk gebruik van de BAG, van de gebouwcontouren uit de BAG. Dus dan weten we precies waar een gebouw, zeg maar, begint en ophoudt. En het AN, dus het hoogtemodel. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste bestanden die we gebruiken. We hebben gekeken vanuit verschillende basisregistraties. De basisregistratie kadaster gecombineerd met de basisregistratie adressen en gebouwen, de BAG. En daar hebben we zowel 3D als beeldherkenningstechnieken op toegepast. Enerzijds om de zonneinstraling te berekenen. En daarnaast kijken we door middel van beeldherkenningstechniek naar zonnepanelen. Met als resultaat dat we ook het resterende zonnepotentieel in beeld kunnen brengen. Voor zowel grote bedrijfsdaken als wat kleinere daken van woningcorporaties. Op dit moment gebruiken we eigenlijk veel open data. De meest bekende komen wel van het kadaster af, want je hebt namelijk gebouweninformatie nodig om berekeningen te kunnen doen. Daarnaast maken we gebruik
van de hoogtekaarten. En we maken gebruik van alle data van gebouwen in de wereld om vergelijk te kunnen doen en lering te trekken in onze tool voor de gegevens die we in Nederland weer kunnen toepassen. En omgekeerd. De Groene Batenplanner is een tool die ontwikkeld wordt door het RIVM en waar we mee bezig zijn om die te koppelen aan ons eigen 3D-platform. Het model ontwikkelt data en aan de hand van die data ga je kijken wat dat kan betekenen voor je gebiedsontwikkeling. Dus je kunt in beeld brengen de afname van het aantal doktersbezoeken in de stad, de eventuele stijging van de WOZ-waarde van een huis, hoeveel kuub water kan er afgevoerd worden door middel van bomen, hoeveel verkoeling kan er plaatsvinden. Ik zie twee doelgroepen, mijn collega's binnen de organisatie van de gemeente Zwolle, maar belangrijker nog, dit heeft ook betrekking op de inwoner. We kunnen de inwoner meenemen in het proces van het ontwikkelen van een gebiedsvisie en dat geeft de inwoner ook de mogelijkheid om het gesprek te voeren met de gemeente, met die Groene Batenplanner als vehikel daarvoor. We hebben de Groene Batenplanner ontwikkeld in opdracht van LNV met name. Bij gemeenten wordt groen vaak als een kostenpost gezien, maar het is niet zo goed bekend dat het ook allerlei maatschappelijke baten op kan leveren. Dus groen draagt bij aan gezondheid, aan biodiversiteit en aan klimaatadaptatie en dat proberen wij in beeld te brengen. We maken gebruik van de basisadministratie adressen en gebouwen, de basisregistratie grootschalige topografie, de basisregistratie percelen en de basisregistratie bodem en ondergrond. Op basis daarvan hebben we verschillende groenkaarten gemaakt die we ook in de modellen gebruiken. Een van de redenen dat we nu een tool als de Groene Batenplanner kunnen maken is dat we in Nederland beschikken over een absolute schatkamer aan geografische informatie. En doordat we daarover beschikken, kunnen we aan de ene kant hele krachtige geografische informatiesystemen bouwen en prachtige 3D-stadsmodellen. Maar zijn we aan de andere kant in staat om dat ook echt door te rekenen zoals gebeurt in zo'n model als de Groene Batenplanner. Onze software, daar kun je geografische informatie mee inwinnen, je kan het vastleggen en beheren, maar je kan het ook op allerlei manieren visualiseren. In 2D-kaarten of in 3D-stadsmodellen. Dus ik denk dat het voor bestuurders heel goed is als je kan laten zien dat bepaalde beleidsmatige keuzes die je maakt, dat die zich uiteindelijk ook vertalen in meerwaarde die je uit kunt drukken in monetaire eenheden. Je kan eigenlijk ieder gebiedje in de wereld kan je kiezen waarin je geïnteresseerd bent. Dat laat je in onze software. En dan haalt hij de data die daarvoor beschikbaar is bij elkaar en maakt daar een virtuele 3D-wereld van. Je kan daar dingen in veranderen en dan rekenen wij direct door wat de impact is van die verandering. En die impact van die verandering is dan op alle aspecten van de leefomgeving. Je ziet dus niet zomaar getallen, maar je ziet je eigen wijk en je ziet daar iets in veranderen. Bijvoorbeeld nieuwe huizen of nieuwe bomen. Je ziet dus visueel wat er gebeurt en je krijgt ook op kaart informatie over wat erachter zit in termen van cijfers. De BAG, de BGT, de BRO wordt allemaal ingelezen en dat wordt geïntegreerd in die 3D-wereld. Je moet natuurlijk wel aansluiten bij de belevingswereld van de burgers. En dat is wel waar we nu nog met de projecten naar aan het kijken zijn. Van hoe bouwen we het nou zo op? Hoe zetten we het nou zo in dat die burgers er ook echt iets aan hebben? Dat zij ook echt het gevoel kunnen hebben van we dragen iets bij aan die wijk. We hebben eigenlijk de ambitie om die Groene Batenplanner verder te ontwikkelen tot een gezonde en groene batenplanner. Waarbij we eigenlijk ook nog meer de gezondheidsaspecten in de stad mee gaan nemen. Voor mensen die meer bewegen, meer fietsen, meer wandelen, etc. Dus dat we dat soort baten ook door kunnen gaan rekenen.